Hartelijk welkom bij Klaagmuur TV. Vandaag, beste kijker, willen we u bewust maken hoe de vroegseksualisering zich in het geheim verspreidt en nestelt in onze landen. Uit een artikel van Die Welt blijkt dat het Duitse Rode Kruis, DRK, heeft gereageerd op meervoudig kindermisbruik in een kinderdagverblijf in Elmshorn. Er werd een beschermingsconcept ontwikkeld voor seksueel geweld en misbruik. Het pilootproject dat in heel het land uniek is, betreft 1365 kinderen uit de 17 kinderdagverblijven van het TRK in het district Pinneberg. Het voornaamste doel is de kinderen van de inrichtingen leren omgaan met hun eigen seksualiteit die past bij hun leeftijd. Het hoofd van het kinderdagverblijf, Sabine Goets uit Moorregen, zegt, ik citeer, de kinderen moeten een positief lichaamsgevoel krijgen, zinnelijke waarnemingen beleven en leren open over hun gevoelens te spreken. Daarom laten de medewerkers de kinderen nieuwsgierigheidsspelletjes spelen en instrueren ze ook spelletjes om het lichaam te onderzoeken, zelfs in ongeklede toestand. Het doel? Kinderen beschermen tegen pedofiele overtredingen door systematische vroegseksualisering lijkt eerder op een poging om een huisbrand te willen blussen met benzine. Als de wolf komt in de schapenvacht van een preventieprogramma, moet men uitgaan van een heel bijzondere arglistigheid. Ten slotte deinst zij er niet voor terug om de medewerkers in de kinderdagverblijven te misbruiken als instrument voor precies het tegenovergestelde van bescherming. De vraag stelt zich, wie zijn eigenlijk de drijvende krachten daarachter? Omdat inmiddels steeds meer aan het licht komt dat pedofielen juist in de hoogste rangen van de politiek en justitie zitten, ligt de verdenking voor de hand dat achter deze zogenaamde beschermingsconcepten tenslotte dezelfde mensen zitten die de kinderen misbruiken. Met deze gedachte verlaten wij u voor vandaag. Maakt u ook mee dit nieuws bekend, zodat we onze kinderen kunnen beschermen? Graag tot ziens!